productieassistent van Eigen Huis en Tuin. En vandaag gaan wij naar boomkwekerij Ebbe. Voor de boomles. Voor de boomles. Ebbe. Ebbe. Welkom, staat er. Lekker. Wij komen vandaag voor de boomles. Gezellig. Ja, het is die groot, hè? Wij kweken hier ongeveer zo'n 250.000 bomen. Jeetje. En welke gaan we allemaal bekijken vandaag? Wat willen jullie leren? Alles. Alles. Dan gaan wij een tochtje maken, denk ik. Ja. Oké, leuk. Ja. Zijn nou een boom bestellen voor Eigen Huis en Tuin? Ja. Is die er dan morgen of hoe lang duurt het? Het kan morgen, maar wij proberen er altijd om het transport ook zo efficiënt mogelijk te houden. Om 10 dagen van tevoren bestellen jullie hem. En dan proberen we verder te hebben. Hoe weten wij nou welke boom in welke tuin past? Daarvoor kun je het best even op de Tree-app. Dat is een online zoektool die wij hebben bedacht. Daar zijn eigenlijk alle soorten en zoektermen. En dan kun je dus ook filteren. Wil je bloesem, of een kleurbloesem? Wil je herfstkleur, of kleur herfstkleur? En daar komt dan een, als je dat allemaal invult, komt er een bepaald assortiment uit. Hoe komt die boom bij ons? Ja, wij merken ze eerst uit dan voor jullie. Of de klant merkt ze zelf uit. Dan komen wij met de rooimachine, die snijdt ze eruit. Dan pakken wij ze eigenlijk in, zodat de wortels mooi fijn samen blijven. Ja. Dan laaien wij ze op een kar. Die kar die gaat naar ons toe. Dan verlaaien wij ze op de vrachtwagen en dan gaan ze naar de klant toe. Dirk, dankjewel voor je bomenles. Het was heel erg interessant. Bam. Yes, en wij gaan weer terug. Doeg!